De Nationale Democratische Partij, NDP, zal na de verkiezingen van 2020 weer sterk uit de bus komen. Dat verzekert ondervoorzitter Ramon Abrahams. Hij is ervan overtuigd dat de Paarse Partij een goede job heeft gedaan in de afgelopen periode. Abrahams zegt dat zijn partij nu de beloftes die voor de verkiezing van 2015 zijn gemaakt, nakomt. Het voornaamste streven is om iedere burger van het land te voorzien van gezond drinkwater en elektriciteit. Hoewel de verkiezing van 2020 nog ver ligt, is de NDP er helemaal klaar voor. De NDP is een partij die direct na de verkiezingen begint te werken naar de andere verkiezingen. Dus 26 mei 2015 zijn we begonnen om te werken naar de verkiezingen van 2020. Degene die me kennen, degene die de partij kent, die weet hoe we werken. We slapen niet. Ja? En we zijn altijd standby. Dus alles wat we doen op dit moment is ook in het licht en het teken van 2020. Sowieso. We gaan niet 6 maanden voor de verkiezing ga ik elektriciteit brengen of water gaan aanleggen. Nee, die hele 5 jaar door zijn we bezig. Hebben we toch ook gemerkt? Waterleiding meneer Oosterling. Hoeveel projecten alleen heeft opgeleverd? Hoeveel IBS heeft opgeleverd? Hoeveel huizen er gebouwd worden nu? Hoeveel worden opgeleverd? We zijn bezig met onze asfalteringsprojecten. Ja, de bruggenbouw gaat door. Ga maar. Dus we zijn continu bezig om de zaken die we hebben gezegd dat we gaan doen, dat we bezig zijn die te realiseren. De NDP is klaar voor de verkiezingen. Als er morgen verkiezingen gehouden willen worden, zijn we ready. De NDP is altijd klaar voor de verkiezingen. Volgens een IDOS-peiling die maandag is gepubliceerd, is de NDP nu minder populair dan in 2015. Abrahams benadrukt daarentegen dat de Paarse Partij geen tegenstander heeft op het politiek veld. Ik weet één ding, er wordt geen regering gevormd na 2020 zonder de NDP. Dat is duidelijk. 100%, er wordt, nogmaals, ik ga het herhalen, er wordt geen regering gevormd na 2020 zonder de NDP. Laat dat gezegd zijn. Wie zou dan een potentiële partner zijn voor de NDP? Nou, dat is een beetje koffiedik kijken op dit moment. We zijn in 2015 alleen de verkiezing ingegaan. Ik weet niet als we dat gaan herzien, maar zoals dat nu eruit ziet, denk ik dat we zeker weer alleen de verkiezing ingaan. We komen sterker. We komen, natuurlijk, we zijn, ik bedoel, ik zie op dit moment, heeft de NDP geen tegenstander in de politiek. Nou, laten we eerlijk zijn. Je hebt de NDP. Heb je de hele tijd niets en dan krijg je de rest. Dat is de stand van zaken op het ogenblik. Andere smaken zijn er niet. NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams over de positie van zijn partij. Hij is ervan overtuigd dat de Paarse Partij een goede beurt zal maken bij de komende verkiezing.